Philip Daalse, dit moet voor jou een ongelooflijk emotionele dag zijn. Ja, je wil dit natuurlijk niet meemaken, zoiets. Ik zal daarbij beginnen, maar die dag is er uiteindelijk vandaag. En Christophe, de zoon, had me gevraagd om in naam van de Vlaamse artiesten iets voor te lezen of een tekst te maken. Mm-hmm. Het heeft dagen geduurd voordat ik één woord op papier kreeg. Het zal emotioneel zijn. Ik hoop dat ik als een van de eersten aan de beurt mag. Want als ik heel die dienst moet doormaken, emotioneel, en dan nog op het einde dat woordje moet plaatsen. Dus Christophe kan het niet. Te emotioneel. Mm-hmm. Dus ga ik hem daar eigenlijk een beetje bij helpen. Ik weet het niet hoe dat ik mij... Het begint nu al een beetje te knagen, denk ik. Dus ik weet niet hoe dat ik mij ga voelen. Ik vertrek van thuis uit richting Halle. En dan hoor je direct op het nieuws van alles en nog wat. En dan schiet het al door je keel. En we zien het wel. Maar het is het mooiste eerbetoon wat de mensen hem kunnen geven vandaag. Ja, toch wel. Als je ziet rondom ons wat er nu al van publiek staat. Dus ook een van mijn passages en mijn tekst. Er is veel volk vandaag voor Paul. En dat is altijd zo geweest. En het zal een mooi eerbetoon zijn. Dat hoop ik althans. Sterkte zo meteen. Ja, dankjewel.